Tim Krul, je hebt zojuist met je club Newcastle United gelijk gespeeld tegen ADO Den Haag, 0-0. Newcastle was vorig jaar toch wel een van de verrassingen in de Premier League. Hè? Hoe kwam dat eigenlijk? Ja, iedereen die voor het seizoen dacht dat we degradatievoetbal zouden gaan spelen. En ja, uiteindelijk werden we vijfde. Dus dat is een fantastisch seizoen gedraaid met de club. En nu Europees voetbal gehaald ook. En het zijn mooie tijden op dit moment bij Newcastle. Het begint vaak met een goede keeper, zeggen de kenners dan. Ja, dat is belangrijk, heel belangrijk. Nee, het is gewoon, ik heb een heel lekker seizoen gedraaid vorig jaar ook. Wat je zegt, we hadden 15 clean sheets, noemen ze dat in Engeland. Dus het tweede na Joe Hart, tweede in de league. Dus overal, ja, fantastisch seizoen. Hele mooie ervaringen meegemaakt vorig jaar. Dus ja, het wordt spannend. Natuurlijk wordt het wel harder natuurlijk met Europa dit jaar. Dus het wordt veel zwaarder. Maar exciting times. Beter kan het bijna niet, hè, dan vorig jaar, zou je denken? Nee, ja, de volgende stap is Champions League, maar dat is een grote stap. Dan moeten we nog een paar spelers voorbij bij halen natuurlijk. Op dit moment hebben we gelukkig iedereen bij de selectie kunnen houden, onze sterspelers. Dus dat is op zich wel positief. En hopelijk nog met een paar extra spelers erbij, dan zijn we er helemaal klaar voor. Nederlandse spelers? Het zou mooi zijn, ja. We hebben heel veel Fransen op dit moment, dus ik hoop dat er wat Nederlandse bij komen. Nou, er circuleren allerlei namen in de ronde. Wat kun je daarover zeggen? Heb je er zelf ook iets over gehoord? Nee, de trainer die spreekt er niet over. Maar ik heb wel gezegd dat er, als ze er eentje halen, wel Nederland moet zijn. En wie dan? Ja, dat maakt mij niet uit. We hebben heel veel goede spelers in Nederland. Wat ik zeg, we moeten nog een paar spelers hebben. En Nederlandse voetballers willen ook nu meer gaan voetballen bij Newcastle. Dus dat zou goed uitkomen. Laatste vraag, Tim. Ik hoorde je net voor een andere camera zeggen dat je je afvraagt hoe ver je nog verwijderd zit van het niveau van Vorm en Stekelenburg. Hmm. Dat verbaasde mij een beetje, omdat ik dacht, zit je daar niet al lang tegenaan? Of misschien zelfs al op hetzelfde niveau? Dat is moeilijk voor mezelf. Ik heb een fantastisch seizoen gedraaid vorig jaar. Dus op dat opzicht kom ik steeds dichterbij. En ik heb met ze mogen trainen deze zomer. En elke dag met Michel en Maarten. Ja, dan is het natuurlijk voor mij super om naar hun niveau toe te groeien. En we hebben het nieuwe begin allemaal op nul natuurlijk. Nieuwe trainer, nieuwe staf. Dus ik kijk ernaar uit naar volgende week. Ja, iedereen kijkt vooruit, hè? Voorkomen te begrijpen ook. Maar waarom eigenlijk? Waarom kijken we niet ook niet even terug? Nou, het heeft geen zin. Het is gebeurd. Dus er komt een WK, kwalificaties komen eraan volgende maand. Dus de volgende stap, daar moet iedereen klaar voor zijn. En Tim Krul, is er klaar voor? Zeker,